Nou, goeie. Wat ben je allemaal aan het doen? Ik spreek geen Fries. Nee? Nee. Wat ben je aan het doen? Wij gaan een rondje in het bos. Oh, ja. Spooky. Oh, Roma. Wij gaan even een rondje in het bos doen. Dit paard is van mijn buren. Dat is de kleindochter van de buren. Op de pony van haarzelf. Oké, heel bijzonder. Zo werkt dat, ja. Ja. Dat, maar, je hebt zelf geen paard, maar je houdt wel van paardrijden. Ja, ik rij al 50 jaar paard. Okay. Dus ik ben er ongeveer op geboren. En Elske heeft het vorig jaar, die wilde het ook graag. En die heeft het vorig jaar op een kleine pony geleerd. En nu heeft ze sinds 3 weken, denk ik, deze pony. Hè? Ja. Wie dit in Grutte-Breem? Ja, ik wil ook graag pony rijden. Ja. En hoe heet die? Spooky. Spooky. Wat vind je ook zo leuk aan hinders? Ja, kerstem een knuffelje en kerstem gevoelens kwiet. En kerstem van alles wat we doen. Ja, gevoelens kwiet? Hoe sta? Nou, soms dan ben ik wel verdrietig en dan ging ik naar hard aan. En dan word ik wel minder verdrietig. Ja. En waar is dan verdriet hoor? Nou, wow. Oh. Zitten, rustig. Nou, soms dan mis ik mijn beppe, want die is overleden. En mijn paken en beppen die heet corona. Oh. Ja, dat is een beetje frenetiert. Ja. Dus dan is de protte steun aan het hinder. Ja. Aan Spooky. Ja. En wat heeft u dan met paarden? Ik heb altijd samengestelde wedstrijden en military gereden, al vanaf kind af aan. Mijn vader had mijn ouders hadden een handelstal, dus ik ben ermee opgegroeid. Ja. Maar ook opgegroeid in Friesland met de Friese paarden? Nee. Ik rijd sinds ik een jaar of 10 geleden voor het eerst denk ik aanraking gekomen met een Fries paard. En dat was wel heel bijzonder. Het is net in vergelijking met zeg maar een KWPN'er, dus een paard met wat meer bloed, is dit een beetje een luie stoel, zeg maar. Ja. Zo relaxed en zo. En het karakter is gewoon prachtig. Ja. En er zit, ja, tuurlijk, ze hebben allemaal wat en het zijn een blijven beesten, maar het karakter is fantastisch. Daar ben ik wel echt helemaal verliefd op geworden. Ja. Dat daar kan ik voor mij nu meer een KWPN er tegenhand, terwijl ik daar toch dik 40 jaar al altijd op gereden heb. Hij is hem nog maar correct, maar hoe vaak is het op paard maaien? Nou, we proberen elke dag, maar we gaan s'nachts keer we net. Maar s'nachts dan maak je elke keer een buitenritje. Maar en hoe is het dan om nou zo met het buurmeisje de passie te delen? Nou, dat is natuurlijk geweldig als je een meisje hebt van 10 die gewoon zo verschrikkelijk enthousiast is over iets, ja, wat mijn grote liefde natuurlijk ook is. Ja, dan is dat gewoon prachtig. En als je dan ziet hoe zij vorig jaar in maart is begonnen te rijden op die Shetlander. En dan eigenlijk nu al zover is dat ze toch al heel netjes op een D-pony kan rijden. En zelfs op deze kan rijden. En nou, dat is dat toch mooier, kan je toch niet hebben.